Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft naar aanleiding van de EHEC-uitbraak een 24-uurs oproepdienst ingesteld voor huidbacteriologen. Ze moeten bij patiënten met mogelijke EHEC-besmetting binnen 24 uur vast kunnen stellen wat de diagnose is. Het is nog steeds onduidelijk waar de besmetting vandaan komt, maar groenten blijven een mogelijke besmettingsbron. Bij een botsing tussen een tram en een auto zijn vrijdagavond in Den Haag twee mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Rijswijkseweg met de Draaistraat. Het dak van de auto moest door de brandweer worden losgeknipt. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het tramverkeer werd door het ongeval enige tijd omgeleid. Een voetganger is vrijdagavond aangereden door een auto op het stationsplein bij station Hollandspoor in Den Haag. De man is met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De parallelweg en het stationsplein zijn tot ongeveer 11 uur 's avonds afgesloten geweest. En 14 VMBO-leerlingen van scholengroep Den Haag Zuidwest zijn zaterdagochtend begonnen aan een bijzondere reis. Het stoere gezelschap met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar fietst in 12 etappes van het schoolplein in Den Haag naar Magreglio in Italië. Burgemeester Van Aartsen gaf het startsein.